In Thailand is een tweede buitenlandse verdachte aangehouden voor de dodelijke aanslag in Bangkok. Het zou gaan om de hoofdverdachte die op camerabeelden is vastgelegd. Hij is aangehouden bij de Thaise grens met Cambodja. Winkelketen V&D gaat 300 winkelmedewerkers ontslaan vanwege de personele reorganisatie. De ontslagen zijn nodig om het bedrijf er financieel weer bovenop te krijgen. Een stadsbus is tegen een gevel in Rotterdam-Zuid gereden. 12 mensen raakten gewond. Volgens getuigen is de buschauffeuse onwel geworden tijdens de rit. De vrouw is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Haagse rechtbank over de CO2-uitstoot. Nederland moet van de rechtbank meer doen om de CO2-uitstoot terug te dringen. De zaak werd aangespannen door actiegroep Urgenda en honderden klagers. Paus Franciscus roept priesters op vrouwen die een abortus hebben ondergaan te vergeven. Vrouwen kunnen normaal gesproken formeel alleen vergeven worden door de hoogste biechtvader van een bisdom of een christelijke missionaris.